kan me herinneren dat toen ik in het weeshuis was, dat ik dekens heb je niet in Indonesië, dat ik onder een deken lag en dat ik met mijn hand dat wollige lekker vond om te voelen. En op het ritme van die hand zei ik, mama, 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 out of the blue. En voor de rest weet ik niks. Maar dat wel, mama, dat was dus mijn eigen moeder duidelijk. Mm. Want om even terug te recapituleren, misschien in Vlaanderen kent niet iedereen de hele geschiedenis. Je wordt geboren in 1941, het is oorlog. Dan wordt uw vader naar de mijnen gestuurd, als krijgsgevangene eigenlijk. U en uw moeder worden naar dat Jappekamp gestuurd. Jullie zitten daar een hele tijd, daar gebeuren verschrikkelijke dingen. En dan pleegt uw moeder zelfmoord. U bent dan nog heel klein en dan komt die vader met dat kind naar Nederland en op die boot ontmoet hij een Nederlandse vrouw en dat wordt dan zijn nieuwe vrouw. Dat is al een heel heftige geschiedenis die u achter de rug hebt voordat u nog maar de eerste voet aan wal zet in Nederland. Hè? Dat moet toch zorgen voor een soort van hol in uw hart. Wij in Nederland zeggen een gat in je ziel. Mm-hmm. Dat wij heb zeggen ik. Een hol in het ja, nee, dat is mooi, mooi. Mijn vader is hertrouwd. Ik weet wel, toen was ik inmiddels 7 jaar oud, dat hij, mijn vader, een nieuwe vrouw had. En die heeft mij weggegeven omdat zij mij niet zag staan. En ik had het niet moeilijk van wie is mijn vader en waarom mijn moeder zelf. Ik wist niet dat ze zelfmoord had gepleegd. Totdat ik brieven kreeg, ik was een jaar of 35. En ik begon te lezen en daaruit bleek, uit die brieven die hij schreef uit Indonesië. Na de bevrijding van de Jappen. We zaten in de Jappenkampen. Ik las dat mijn moeder zelfmoord had gepleegd. En toen stortte ik in. Mijn vader heeft mij verlaten, weggegeven. En nu lees ik dat mijn moeder zelfmoord gepleegd heeft, dus mij ook in de steek heeft gegeven. Toen dacht ik, hoe kan dat? Hoe kan dat? Toen ben ik gaan nadenken. Die brieven stond dat ze misbruikt was en door verschrikkingen die ze heeft meegemaakt, apathisch was geworden. Je moet voorstellen, een jonge vrouw die net een kindje heeft gekregen met een prachtige man en ze worden uit elkaar gesleurd. En dat kindje, dat blijft alleen. En die moeder, die kon het niet meer aan. Dat besefte ik toen. Die moeder, mijn moeder, miste haar man. Was misbruikt, enzovoort, enzovoort. Dus die kon het leven niet meer aan. En toen besefte ik mij, je had gelijk. Het was jouw leven, dus jij mocht beslissen als je niet meer kon. Ik heb haar vergeven, want het was haar leven, oké? Dus ik was er overheen en ik dacht gewoon, ja, maar ik leef nog. En ik besef dat ik leef en God beter het 72 ben geworden zonder ziek te zijn. En dat er zoveel mensen van mij houden en dat ik een beroep heb gekregen waar ik mijn leed en mijn vreugde uit kan zingen op het toneel. En toen ik dat allemaal op een rijtje had gezet en besefte, hier ben ik.